Center. Daar is Jana, hoi. En hier stonden eerst echt allemaal tafels met waar we konden zitten, maar nu vanwege corona is dat dus niet zo. En nou, je ziet daar dus schermen staan en op die schermen zie je de bestellingen die worden klaargemaakt. De groene zijn degene die klaar zijn en de oranje die worden gemaakt. En wij gaan nu wachten voor onze bestelling. Are you enjoying your pasta? Yeah, it's nice. How long did you have to wait for your food? 2 hours. Oh. Quite long. Yeah, just a little bit. Zoals je kon zien, zijn wij naar At Home geweest en naar de Walmart. Nou, de Walmart, dat is gewoon een hele grote supermarkt. Je kan daar echt alles kopen. Je kan er pistolen kopen, je kan er eten kopen, je kan er dingen kopen om te kamperen. Echt, noem het maar op en je kan het er kopen. Dus daar waren we even naartoe geweest om wat foto's af te drukken. Nou, dat kan daar dus ook. En die foto's zal ik je daar laten zien. En we waren ook naar At Home geweest. En At Home is echt ook een hele grote winkel. Het is ook een superstore. En je koopt daar allemaal meubelen en decoratie voor je huis. Je kan er tapijten kopen. Je kan er stoelen, banken. Nu verkochten ze ook al Halloween decoratie en kerstdecoratie. Dus dat kun je daar ook allemaal kopen. Dus ik heb ook dit... deze giraf heb ik daar gehaald. Dus die hangt nu mooi boven mijn bed. Hier zo, dan hangt daar mijn giraf. En dan heb ik deze kolibri. Heb ik daar ook. En hier heb ik dus allemaal foto's afgedrukt. Allemaal bij de Walmart.
En ik heb denk ik een stuk of 26 foto's laten afdrukken. En nou, in totaal was ik $7 kwijt of zo. Dus ja, mijn camera die heeft wat, wat meer foto's gekregen. En ja, nu is mijn camera weer wat voller. Een beetje mijn school en de omgeving van school, hoe dat eruit ziet. In de winter is het een beetje saai. Vooral als er sneeuw ligt, dan is het ook wel mooi. Maar in de zomer en in de lente is het vooral heel mooi, want dan is het gewoon allemaal heel groen en allemaal bloemen en zo. En ja, we hadden dus Labor Day. En Labor Day hebben we een vrije dag van school. En toen hebben we voor onszelf gekookt. Toen heeft Jana het voorgerecht, ik het hoofdgerecht en jij het nagerecht gemaakt. Want normaal eten we gewoon in de cafeteria, maar omdat het Labor Day was, dacht ik, nou, gaan we even voor onszelf koken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te zien. En ja, tot de volgende keer. Doei!